De beelden die je zo gaat zien zijn niet geschikt voor mensen met epilepsie en mensen met die gevoelig zijn voor harde geluiden. Ik wens jullie heel veel kijkplezier en mocht je epilepsie hebben of gevoelig zijn voor harde geluiden, kijk deze video dan niet. Heel veel plezier. Ik ben weer even teruggekeerd bij het om helemaal weer erger geworden. Check joh. Echt zo vet. Wat echt een keer hier. De regen is ook een stuk harder geworden. Ik loop zelfs mijn appartement in. Maar dit is een echt super natuurverschijnsel. Nou, onlangs zijn er nog 2 blikseminslagen geweest. Dus dat is ook wel vet. Echt natuur. Kijk, iemand haast eigenlijk ook. Er loopt iemand momenteel die staat haast om naar binnen te gaan. Ja, hij is ook aangehouden. Hij heeft me onweer sowieso binnen. Het is niet alleen voor de regen. Maar hij heeft een beetje mislagen. En wat je echt niet moet doen, dat weten heel veel mensen al. Maar ik zeg het toch nog maar even. Ga nooit eens onweer in een weiland staan. Want je bent het hoogste object in de buurt. Dus als een bliksem wil inslaan, dan doet hij dat exact op jouzelf. Dus onthoud dat heel goed. Want dit is echt heel gevaarlijk om door de bliksem te gaan. Want dan ben je gewoon direct helemaal dood, valt er niks meer te redden. Ik hoor wel gedonder. Echt. Zeer heftig. Misschien komt er nog een bliksem zich tegen op de video. Zou leuk zijn. Dat zou leuk zijn als er nog een bliksem zich op beeld zou komen. Dat is hopen dat dat gaat gebeuren. Oh, dat was weer een harde knal. Ongelooflijk. Het is echt ongelooflijk heftig onweer. Oh my god. Oh, de regen zakt al af. De regen is ermee iets wat minder geworden. We zeggen dat onweerkern waarschijnlijk ons nu net heeft genaderd. Hier in de buurt. Maar we zijn er nog niet vanaf, want dit gaat nog wel even door. Echt vet. Even leuk, weet je wat ik ook wel eens doe als er nooit een storm is in de regio Zwolle? Dan probeer ik altijd te kijken bij de balkstoel bij Ramspol. Maar die wordt dan op dat moment opgeblazen. Dat is een overdekt gedeelte in de buurt waarmee je mooi naar de balkstoel kunt kijken. En verder is het ook wel leuk om naar te kijken als de proefsluiting is in september. Meestal op de tweede of derde van september is er een proefsluiting bij de balkstoel. En dan moet je echt gaan kijken, want het is zo'n spectaculair attribuut. Echt, de mooiste waterkeer, dat was een bliksemschicht. De mooiste waterkering van Nederland. De meest indrukwekkendste. Maar daar kom ik nog in een video een keertje weer op terug om er een beetje over te vertellen over de balkstoel in Nederland. Maar dat is wel een leuke optie om ook een favoriet onderdeel van die ik bij alles vind als water te behandelen. Dus dat zou wel leuk zijn om ook iets educatiefs te doen. Dus om wat meer te gaan vertellen over de balkstuwen in Nederland. Wow! Zo! Daar schrok ik even van. Oeh, ik zit te shaken, man. Dat was wel even heftig. Dus er is een blikseminslag geweest. Net. Echt heftig weer. Je hebt wel een mooi overzicht. Je hebt wel wat huizen ervoor, maar je hebt natuurlijk wel een mooie lucht achter de boven. Waar je mooi kunt kijken naar
het spektakel wat ik om. Het spektakel zoals ik het graag wel noem. Onweer. Nou ja. Ik sluit deze maar de video af, want anders wordt het wel heel lang. En anders krijg je elliptische sowieso een aanval. Dat ik ergens waarschijnlijk wel door deze video. Ja. In ieder geval bedankt voor het kijken. En ik zie jullie bij de volgende video weer. Nog een hele fijne dag.